Iedereen, goedendag. Ik doe jullie vanuit hier de groeten. Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Mijn Nederlandse taal is, ik zou zeggen dat het eigenlijk heel goed is. misschien perfect zelfs. Natuurlijk maak ik ook fouten. Maar ik probeer me altijd aan te passen op Facebook. Daarom schrijf ik, bezig ik heel vaak de Surinaamse taal. Ofwel Busikonde Tongo, maar het is niet dat ik geen Nederlands taal beheers. Ik kan het prima schrijven en ik kan het ook prima toelichten, iets toelichten in de Nederlandse taal. Ik heb natuurlijk ook op school gezeten, Migonas Koro, dus mijn Nederlands taal is prima, vind ik. Mensen, we zullen kort praten over een aantal onderwerpen. Ik hoop, zoals ik eerder opmerkte, ik hoop dat het prima gaat met jullie allemaal. Ik wil eerst beginnen met de ABOP en de VP, ABOP, Ronnie Brunswijk. Ik ben de ondersteunende woordvoerder van de politieke partij BEP. Ik ben nu bezig met de vrijheid van meningsuiting. Even een reactie met betrekking tot wat er gebeurt in ons mooi land. Wij zien dat er heel veel misgaat en de meeste ABOP'ers richten zich alleen maar op de president Chan. Hun pijlen richten zij alleen op de president Chan. En dat is oneerlijk. Want Ronnie Brunswijk heeft zelf heel vaak gezegd dat hij niet alleen in de regering zit. Het is regering Ronnie Brunswijk Chan. Maar de ABOP'ers willen niet onder ogen zien dat hun leider ook fouten maakt. En ook eigenlijk de grootste rol speelt in de coalitie. Omdat wat wij nu zien gebeuren is dat de economie het draait op 0,0. Hè? Het ziet er niet goed uit. En we weten allemaal dat EBS, staatsolie, SWM, noem maar op, natuurlijke hulpbronnen, dus benzinezaak, et cetera, vallen allemaal onder de ABOP, hè? Bestuursrechtelijk gezien. En de ABOP die is dus ook verantwoordelijk voor iedere verhogingen. Maar de ABOP'ers willen zulks niet onder ogen zien. Wat zij doen is grapjes maken over Miranda, grapjes maken over anderen. En de serieuze zaken willen zij niet oppakken. Zij concentreren zich alleen maar op grapjes. Hè, of praten over merken dit, merken dat, et cetera, et cetera. De serieuze issues negeren zij, de ABOP'ers. Ik wil jullie graag voorhouden dat we hebben recent een aantal zaken meegemaakt. Ook vanuit het Openbaar Ministerie hebben wij een aantal dingen meegemaakt. We weten allemaal dat Maku is opgepakt, opgesloten. Cibrano opgepakt, opgesloten. Miranda opgepakt, opgesloten. Allemaal ten onrechte. Foute handelingen. Onrechtmatig handelingen vanuit justitie. En justitie valt ook onder de ABOP. Toen kwam de VP nada zeggen. Hij kwam helemaal niets zeggen. Vorm van rechtsongelijkheid. En aansluitend weten wij ook met z'n allen dat meneer Bordeaux is aangeklaagd. En Leo werd ook getikt op de vinger met betrekking tot diverse misstanden bij EBS. Een onderzoek van Ernst Onjong bewezen. Toen kwam de VP wel praten voor zijn broer en voor zijn collega Bordeaux. Van ja, dit en dat en zus en zus. Maar waarom toen andere Surinamers werd aangehouden, opgesloten, hebben het meest bizarre dingen meegemaakt? Waarom kwam de VP nooit praten voor hun? Waarom kwam de VP nooit iets zeggen over belachelijke aanhoudingen, et cetera, et cetera? Maar nu het wel zijn collega Bordeaux betreft, ofwel toen het om zijn broer Leo ging, kwam hij wel praten voor hun. Betekent al dat de VP in feite buiten het rechtsapparaat handelt. Omdat hij wel opkomt voor familie en friends, maar voor de rest komt hij niet op. En dat klopt niet. En verder over de economie.
We zien met z'n allen dat het niet goed gaat. De economie staat nu op zijn kop, op haar kop. En alles gaat nu echt slecht. De economie is van ons, Suriname, is niet gebaseerd op een IMF, het IMF-stelsel. Het IMF houdt geen rekening met mensen. Het IMF kent geen genade. Het IMF voert alles door. Het is de regering, de overheid, die rekening moeten houden met hun mensen. Maar dat doet de ABOP, Ronnie Brunswijk, en de president Chan niet. En het is niet alleen Chan, maar Ronnie Brunswijk is ook schuldig aan zulks. Het beleid is niet, komt niet alleen maar uit een kamertje van de VAP. RWM, Raad van de Minister, ofwel ministerraad, valt onder de ABOP. Voorzitter is de heer Ronnie Brunswijk. Dus mensen, het is nu allemaal precair geworden en ABOP heeft ook een hele grote rol in deze. ABOP moet ook op de vinger getikt worden politiek. Politiek moet de ABOP ook berispt worden aangaande het beleid. En niet alleen de VHP. Omdat we zien nu dat de ABOP'ers willen hun leider bewaren. Hij is onschuldig, hij doet niets. Hij heeft niets te maken met het beleid. En steeds maar alleen de president de schuld geven. En dat klopt niet. En het is ook onwaar, het is niet waar. Hè? Het is onjuist. Het is regering Ronnie Brunswijk Chan. Hè? Dus het is niet alleen de VHP. De ABOP is ook schuldig aan alles. En een ander punt. We hebben diverse pagina's in omloop. Dus van te weten Ibri Bojena Boje en Tori Taki Tori Leki. Deze pagina's zijn bezig met belediging, met laster, met smaadschriften. Ze worden nooit geblokkeerd door Facebook. Lijkt er nu wel op alsof zij bij de coalitie horen, van de coalitie zijn. Ibri Bojena Boje en Tori Taki Tori Leki of Tori Leki Tori Taki, die zijn alleen maar negatief bezig met uitschelden, met beledigingen. Nooit worden zij geblokkeerd. Ik vraag me af, waar zijn de digitale recherche? Zien zij geen poster van Ibri Bojena Boje en Tori Taki Tori Leki om hen ook te rapporteren, om hen te blokkeren? Wat gebeurt in het land? Waarom wordt er alleen met diverse, met verschillende maten gemeten en alleen maar toegepast bij bepaalde personen? Waarom doen jullie dat? Dat klopt niet. We leven in een rechtsstaat waar ieder heeft recht op gelijke behandeling krachtens de grondwet. Zo staat het in de grondwet. En natuurlijk ook versterkt door internationale verdragen met betrekking tot gelijke behandeling. Dus mensen, de ABOP'ers moeten weten dat hun leider, Ronnie Brunswijk, ook verantwoordelijk is aan alles wat nu gebeurt. En de ABOP'ers moeten ook leren om zich niet alleen maar op Benny Miranda te concentreren. Want ik ben niet degene die jullie pinaart. Ik ben niet degene die jullie honger laat lijden. Ik ben het niet. Het is jullie eigen leider. Hè? Het is zijn beleid, hè, waardoor jullie nu honger hebben. Het is niet Benny Miranda. Ik heb er niets mee te maken. Ik zat erbij, ik was erbij, ik deed toen mee. Maar ik ben al lang eruit gegaan toen ik zag dat het verkeerd ging. Maar jullie leider, die is daar gewoon gebleven. Dus hij is degene die jullie pinaat. Na ama en pina wie. Wie eet die leider Ronnie Brunswijk? Na één, a beleid voor één, na dat en pina wie. Ano Benny Miranda en Pinawi. Ik heb er niets mee te maken. En u moest leren voor stop. Die zo Chan als schuld. Ano Chan wawang et hier akondere. Ronnie Brunswijk na Chan. Na den toemandati. En het beleid van Ronnie Brunswijk om steeds geld te strooien. Dat is ook geen ontwikkeling. Want je koordes makis na nga money. Da baka dat hij da 5 jaar langa desma e pina baka. Asan dat aan de ontwikkeling dit dat. Utambu mensen, utek me in lobby. Vrijheid van meningsuiting zonder uit te schelden, zonder mensen te beledigen. Bye bye. Ciao. Ondersteunende woordvoerder, Beb. Miranda.